Nou, we hebben natuurlijk met het bestuur van de Volkspartij Limburg vanmiddag even overleg gehad, dat ging niet eerder. Want het is natuurlijk wanneer je één zetel haalt en die wordt door de lijstduwer volgens de kieswet gehaald, dan moet je er eventjes over praten, natuurlijk. Ja. Heeft u ooit getwijfeld om het niet te doen? Ik heb altijd mijn afspraken nagekomen. Ik heb altijd tijdens de campagne en ook voor de campagne gezegd: als ik gekozen word, dan ga ik die zetel innemen. Maar dat doe je dan pas na goed overleg natuurlijk. Ja, wat zijn bestuur? Nou, We hebben heel constructief overleg gehad. De bestuur begrijpt dat ook, dat het op deze wijze gaat. Ja, en de lijsttrekker, Vincent Zwijnenberg, heeft u daar nog mee gesproken? Natuurlijk, hij was bij dat overleg aanwezig. En we hadden liever natuurlijk twee, twee zetels gehad. Dat was veel plezier geweest. Ja. Maar ja, het is niet anders. Nee. Het, het zat er eigenlijk een beetje aan te komen toen u, toen u bekend maakte dat u het lijstduur zou worden. Want u bent een grote naam in Roermond. Uh, dit, dit heeft de Volkspartij misschien een beetje op zich afgeroepen? Nou, Als ik alles wist wat er me afkwam, dan had ik bepaalde dingen in mijn leven misschien anders gedaan. Dus dat, dat kun je van tevoren nooit weten. Provinciale statenverkiezingen staan mijlen ver af van verkiezingen over lokaal bestuur of de Tweede Kamer. Dus van, van, als je alles van tevoren weet, heb je geen verkiezingen meer nodig. Nee. Want u heeft ruim vier keer zoveel stemmen dan die in Ik heb het niet nageteld, daar gaat het ook niet om. Het gaat mij om het totaal van de, wat de lijst heeft gedaan. U gaat als enige ja, voor de volkspartij erin zitten. Wat kunt u doen? Nou, we hebben vier eenmansfracties. Meneer Van der Linden van 50PLUS staat hier al naast me. Um, ja, en ik hoop dus dat we samen kunnen werken. Want een statenlid alleen is, uh, ik weet dat uit de vorige periodes, verduveld moeilijk. Nu hangt er natuurlijk nog altijd het proces boven uw hoofd. Uh, kunt u uh, even goed functioneren dan een statenlid? Ik vind van wel. Die vraag, maar ik begrijp ook niet dat die vraag is. Ja, dat proces loopt de, nog. Dat geldt. Geld, geld, niemand heeft over mij te klagen als gemeenteraadslid in remond Over mijn inzet. En dat zal ook niet de staat het, het, zijn. Ik moet ook nog elders een gevecht voeren. Daar heb die wel gelijk in. En dat is in dit land had ik niet gedacht dat ik dat zou moeten doen. Ja. Stel dat gevecht verliest u. Eh, en er komt een straf mogelijk uit. Wat, 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 ja, hoe, hoe staat u dan daar tegenover als u dan in maar dat, staat zit? Maar dat zijn als, als vragen, laten we dat even wachten. Ik ga nu mijn werk doen voor het belang van de, alle inwoners van deze prachtige provincie. Dat bestaat er ook nog ziet als een Eerste Kamer. Uh, heeft u daar al over nagedacht waar uw stem straks uh, naartoe gaat? Nee, daar heb ik dan. Daar, ik, ik heb het net met de meneer Van der Linden net over gesproken, maar daar heb ik ook nog niet over ja, nagedacht. De VVD kan nog een stem gebruiken? Ik denk dat vele partijen een stem kunnen gebruiken. Maar wij doen alles in het belang van de inwoners van Limburg.